Goedemorgen, welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. In de oostelijke helft van het land komt nog veel bewolking voor. In het westen zijn er opklaringen. In de loop van de ochtend breiden die opklaringen zich over de rest van het land uit en gaat de zon flink schijnen. Alleen in het uiterste zuidoosten daar blijft de bewolking hardnekkig en kan ook in de middag nog soms een spatje regen vallen. Het wordt vandaag 21 tot 25 graden plaatselijk en er waait wel een stevige zuidwestwind die is matig of vrij krachtig. Vanavond zijn er brede opklaringen en dan daalt de temperatuur tot een graad of 20. De wind gaat langzaamaan ook wat afnemen. Dan morgen woensdag ziet het er eigenlijk ook heel aardig uit. In de ochtend misschien in het noorden nog wat wolkenvelden, maar verder zal het uh, vrij zonnig zijn. En droog bij een graad of 20 tot 24. De waait een matige westelijke windkracht 3 of 4. Dan de donderdag en vrijdag ziet er ook heel aardig uit. Een zonnige periode, misschien op de vrijdag een enkele bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Met een aantrekkende noordwestenwind wordt het wel geleidelijk nog iets koeler. De middagtemperatuur zakt naar een graad of 21. In het weekeinde wordt het waarschijnlijk wisselvallig. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.